Dames en heren. Sorry, wat was het? Zeker. Niet opgenomen in de bestemmingsplan. De D ook al. Gebouwingsplan, de C. Weet jullie wat het is voor kaarten? Ja, dat is wel de eerste. Dat is ook de. Of een boom over kaarten is, dat wil zeggen dat het hier ook die klas is. Ja, dat moet zeker. Dat is ook bij Akers. Maar het is het. Wat kamer dat doe je bijvoorbeeld als je 100 woningen op een vierkante kilometer wil maken. Dan kun je een losplaats met een kamer onderdelen dus aan elkaar liggen. Bepaalde stroken kun je maken, blok. Dat was zo, maar dat was toch zo bij je bestemmingsplan en dan mag je zelf daarnaast. De enige vrijheid die je nog hebt is hoe je ze verkaart. Dat zijn de grote voren aan. Dus dat is de bouwhoogte staat in het bestemmingsplan. De percentage en de functie die je mag bebouwen. In Nederland. Maar zo net als maar, ik weet het wel. Ja, beneden ingang, snap ik het? En dan woon je bijvoorbeeld de drie keer. Derde en de vierde, dat is echt. Dus dubbele woonlaag? Die dubbele woon, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Een vlekje naar de breed. Ja, de magnet dat het nacht niet had. Mijn magnet kun je ook via gewoon lijken. Dat is belangrijk dat je in je huis ervan getrapt hebt. Maar wat zij zegt is dat je niet de eerste die ja, beneden zeg maar woon ik, dan ga jij een trappetje op en dan woon jij de derde en vierde. Nee, dus het gaat om als net als een dubbele donderdag. Maar dat maakt niet uit welke. Dus je zou een flatgebouw kunnen hebben met gewoon mazzonettes. Dan zijn er 10 dubbele woonlagen. Dus het is geen huis, maar het is dus in een soort van flat waar je dan staat. En dan één van de twee. In je huis zit je altijd. Geldt niet voor één gezinswoning. Grondgebonden niet, hè? Als jij één gezinswoning hebt. Dat dan maar één. Meestal wel, dat is zo, dat is die term voor één gezinswoning. Huis, grond, thuis. Dan ga je stapelen, dan kun je op heel veel manieren. Een beetje en houden, maar zo net is het. Dus gewoon trap zin in huis. Je laat een dubbele woning. Nee. Ja, maar. Had je mijn mailtje nog gehad, een vraagje?